Dag allemaal, welkom bij Greet in Hollywood, de countdown to the Oscars. Zoals je ziet, hier gaat het dus allemaal gebeuren. Wow. Hoe gebeurt het? Want ze komen vandaar de sterren. Maar zullen we eens gaan kijken hoe dat werkt? Kijk, ze zijn de rode loper aan het stofzuigen. Can he do it a little bit? Because I want to see if he can do it. Geweldig. Hier. Hier loopt Angelina Jolie, hè, over een paar dagen. De limo's, die brengen de sterren daar. En dan wachten ze tot ze een go krijgen om op de rode loper te gaan. Ja. En dan gaan ze van hieruit zo te connecteren. No wireless. We can be connected. Gotta be connected, yeah. No wireless mics. Ziet je, en zelfs hier mogen wij geen wireless gebruiken. En why is that? It's just Academy rules. So Academy, oh really? Once in a lifetime, will you help me down? Zullen wij niet nu eens lopen of dat wij genomineerd zijn en zo zwaaien? Dat is eerst zo. Ik heb je dan vast zo. Hè. Ja, zo. En een kus? Nee, dat doe ik niet. En dan trek ik jou al een beetje voor zo en dan strijden we verder. Thank you. En dan... Ja, dan gebeurt dit. Security is heel belangrijk op de Oscaravond zelf, maar natuurlijk ook voor celebrities. En om dat eens een beetje laten te zien, hebben wij twee echte bodyguards hier. En als het goed is, staan die hier recht achter mij. I am right here, and there is something going on there. What do? You nail me down? You push me down? How do you protect me? My key ingredient is to take you away from danger. So I will take you away from what's going on over there. What would you do? Physically, I'll escort you over to the side. Right away? Right away. We're always in contact with each other, no matter what our position is. So it's very easy to alert our other agents to what's going on. What's most important for us is our eyes and ears to get out in front of any harm or danger. You have to be flexible, like be able to do the banana split. And I mean, seriously, I'm joking here, but how physically do you have to work on your body every day? Well, it's important, as you said, to stay in shape. And you're subject to long hours on your feet. And you have to have the ability to move quickly on a moment's notice, even though you've been standing and watching for a long, long time. So that takes some fitness. Does it ever happen that you're a bodyguard of a celeb and you're with them for quite a while? Never, never. The nature of my work is strictly professional, and I keep it that way. So it's not like the movie The Bodyguard with Whitney Houston? No. Now, if you had to put your life online, would that be a problem? Would you do it? Is that part of the job? If I were to walk on the red carpet and something were to happen, what will you do? We'll try now. Kan niet dat hij hier is? Jawel. Jongen, het is een technoscoon. Ja, een handtekening. Nee. Make way. Hallo. Great. We zijn fan, Great. Van Brian. Great. Mogen wij een handtekening doen? Make way. Zou ik een handtekening of Reetje. Hallo. Brian toch, hè? Mag van u toch eens een handtekening of een kusje? Reetje, één kusje. Eén kusje, Reetje. Get out!